Welkom stekkerbroeders bij weer een nieuwe, zal ik het een vlog noemen? In ieder geval weer mijn terugkomst op YouTube. Uiteraard ben ik hier nooit van weg te slaan, weet je. Dat hadden jullie wel moeten zien aankomen. Er zijn een paar dingen wat ik even snel met jullie wil doorlopen voordat ik aan een kleine gymtour begin. Een klein aantal aandachtspunten wat ik wil vermelden. Ik ga niet... De laatste keer dat ik YouTube niet heb volgehouden, het probleem was de tijd. Het YouTuben kost verschrikkelijk veel tijd. Dat heb ik eigenlijk niet, maar ik vind het wel leuk om video's te maken. Het is voor mij ook natuurlijk goed reclamemateriaal. Maar ik wil geen fulltime YouTuber worden. Dat is niet mijn doel. Ik ben daar simpelweg niet het persoon voor, denk ik zelf. En het kost gewoon verschrikkelijk veel tijd. Ik vind het leuk om mensen te trainen. Ik vind het leuk om jullie informatie bij te brengen. En om lekkere discussies aan te gaan en noem maar op. Dus wat ik daarmee wil zeggen is dat ik ga proberen iedere week een video te maken. Als dat nou niet lukt, excuseer me. Ik ga ook geen vaste tijdstip of een vaste dag geven. Ik maak gewoon een video wanneer ik er zin in heb. Soms zullen het er iets meer zijn, soms wat minder. Ik wil er gewoon eentje per week proberen. Binnenkort ga ik een weekendje weg. Dan wil ik ook gewoon kunnen zeggen, sorry YouTube, ik ga even een weekendje weg. Even ontspanning, dat heb ik gewoon nodig. Ik denk dat dat mij heel erg gaat helpen. Anders ga ik een tweede keer falen in principe. Dus ik heb ervan geleerd, ik heb over nagedacht. Oké, ik ga gewoon rustig tempo. Nummer 2 is, ik ben nog steeds gewoon dezelfde gozer. Nog steeds geen bullshit op dit kanaal. Al te veel vlogs gaan we eigenlijk niet vinden. Allemaal special effects en weet ik veel wat. Nee, basics. Ik wil goede, duidelijke informatie. Ik wil geen bullshit voor de rest. Dat is wat we gaan doen. Ik doe het nog steeds op een powerlifting, strongman manier. Ik ben voor mezelf, heb ik nagedacht. Ik kan geen super harde progressie maken. Aangezien ik 70, 80 uur per week werk. Dus wat ga ik doen? Wat ga ik voor mezelf doen? Ik ga gewoon weer lekker terug naar basics. Ik wil gewoon gezond blijven. Ik ben op een moment iets aan het kutten. Ik hoef echt totaal niet de gespierste of de sterkste te worden. Ik heb in principe mijn 180 deadlift, 170 squat. Ik vond het ruim voldoende. Je kan dat niet combineren met 70 à 80 uur in de week werken. Dat is gewoon geen doen als je dan ook een super zware training hebt. Ik wil niet zeggen dat ik dat in de toekomst niet meer ga doen. Dat wil ik niet zeggen. Maar ik wil nog steeds doen wat ik mijn klanten hier aanleer. Dus afslanken, kutten, strak worden. Om door middel van een leuke, speelse manier. Een effectieve manier. En natuurlijk alle problemen die daarbij komen kijken. En alle problemen van de klanten die daarbij komen kijken. Allemaal oplossen. Dat is dat. Voor de rest heb ik volgens mij niet heel veel informatie. Ik denk dat wij gewoon moeten gaan beginnen met de gymtour. Zoals ik zei, ik moest natuurlijk even een tijdje van YouTube af om dit hier te realiseren. Maar we zijn terug. En we zijn 2 keer zo sterk terug. Gaan we. Ik laat gewoon bij het begin beginnen. Ja, dat is mijn tas. Hier heb ik een battle rope. Echt fantastisch trainingsmateriaal natuurlijk. Met wat elastieken. Een power sled met een TRX. Een suspension trainer, zoals dat ook wel wordt genoemd. Vinden veel mensen hartstikke leuk. Heel efficiënt voor thuis. Daarnaast nog steeds een welbekende Farmerwalks die ik ooit zelf eens heb gelast. Autobanden, die zijn voor de strongman lock. Zodat hij niet hier keihard op de vloer valt. Verschillende barbells hebben we op het moment. De barbells zijn aardig uitgebreid. Ik heb een vrouwelijke barbell, 12,5 kilo. Ik heb een powerlift en zowel Olympisch gewichtheft, barbell. Dit is een officiële van ATX. Echt perfect ding. Dit is nog steeds de waardeloze barbell die ik ooit eens van de maatsma heb overgekocht. Nog een ATX fatbar. Heerlijk. 5 centimeter. Geen draaiende sleeves zoals we natuurlijk bij de andere barbells wel allemaal hebben. Lekker fijn strongman dingetje vind ik dat. Heerlijk. Tricep bar natuurlijk. En als laatste een hexagon barbell. Voor de wat makkelijke squats. Power change. Altijd aanwezig. Altijd leuk om mee te trainen. Hier hebben wij het platform. Dit is niet hetzelfde platform als uit het tuinhuis. Deze heb ik aardig verstevigd. Ik heb hier namelijk 3 centimeter hout toegepast. Hieronder flink aantal wat balletjes neergegooid.
Zodat wij onze 50 en onze 85 kilo atlas tonen natuurlijk gewoon lekker fatsoenlijk en hard kunnen neerleggen. Paralettes, deadlift jack, allemaal niet zo bijzonder. Wat we hier hebben is ballen. 3 tot en met 12 kilo. Misschien komt er binnenkort nog een 30 kilo bij. Een gladiator bag. Dat is een zak die je kan vullen tot 50 kilo. Zo, de vlog is wel lastig voor je arm als je geen standaard had. Wij hebben natuurlijk ook dit. Een attachment voor mijn battle ropes. Battle ropes nummer 2. Natuurlijk het rek wat jullie gewend zijn natuurlijk. Hier en daar wat opslagmogelijkheid voor de lockjaws. Dit is het rek inclusief pulley wat ik al had. En dit is mijn allereerste rek die ik ooit heb gekocht. Dit is ook wat uitgebreid. We hebben wat meer... ik sta even te draaien. Ik heb natuurlijk hier een powerlift belt. Daar heb ik er vervolgens nog 3 van. Ja, wat losse trainingsmaterialen, attachment voor de pulley. We hebben dit. Een stootkussen. Wordt niet veel gebruikt. We hebben een yogamat met eigen logo. Altijd leuk natuurlijk. Wallboard, dumbbells die ooit nog een keer worden vervangen. Een hele shitload aan dumbbells. 1 tot en met 10 kilo wordt ook nog een keer vervangen. Wat ballen. Gewichten. Foamrollen natuurlijk voor het fijnere werk. Daarachter ligt nog een squatblok. Ik dacht altijd zelf. Wat moet je nou met een squatblok? Als je nou gewoon powerlift schoenen hebt. Dit is toch voor klanten nog wel eens handig. En niet iedereen wilt powerlifter worden. Of wilt die schoenen aanschaffen, et cetera. Dus het is echt een heel handig blok. Daar sta ik eigenlijk best wel van te kijken. Hier komt het leuke spul. We hebben natuurlijk de Strongman Lock. Dat is een 16 kilo lock. Die is bewust geen 40, zoals een originele hoort te zijn. Ik heb hier natuurlijk ook vrouwen trainen. En die moeten wat lichter kunnen trainen. En dat ook om die reden heb ik nog steeds de 2 bierfusten. De 30, de 10. Zodat ook dames daarmee kunnen trainen. 2 krukjes voor... Ja, waar moet je eigenlijk krukjes voor hebben? Dat is een hele goede vraag. Een prullenbak. En dan heb ik nog een roeimachine. Die heb ik van mijn schoonvader gekregen. Die heeft zijn eigen sportschool in Den Haag. Een radiootje. Total Strength Ignite Your Fire koelkast, die op het moment erg leeg is. En natuurlijk los trainingsmateriaal. Dat was even een hele snelle gym tour. Uiteraard heb ik natuurlijk nog hout, ben ik vergeten te vermelden, onder de squatrekken. Omdat we natuurlijk altijd stevig willen staan. Daarnaast heb ik een soort van renbaan gemaakt van gras. Zodat we lekker sprintjes kunnen trekken. Klanten die ballen als de motherfucker naar die andere kant kunnen rennen. En weer terug kunnen brengen, et cetera. Zo'n soort leuke oefeningen. Ik kan mijn battle rope van 15 meter kan ik uitrollen. Mijn loods is 10 meter lang. Nou, die battle ropes zijn dan 7,5 per kant natuurlijk. Ja, voor de rest. Ik ben er weer. En als mensen een reactie willen achterlaten van wie nog aanwezig zijn, laat het me horen. Raymond Schultz, Total Strength, Ignite Your Fire and Grow Stronger.